Hey, ik heb vandaag weer een shoplog voor jullie. Het is eigenlijk super lang geleden dat ik een shoplog in een filmpje heb gedaan. Maar ja, ik vond het gewoon weer eens tijd worden. Dus ja, kijk even mee. Nou, wat ik allemaal geshopt heb is sowieso super budgetproof. Ik heb beginnen met een Vibra. Daar heb ik twee dingen gekocht. Waaronder deze cacao buttercream. Het is gewoon 500 ml voor 1,69. Echt super bizar goedkoop. En ja, hij ruikt eigenlijk best wel prima. En ik weet niet, ik vind de opening misschien wat onhandig. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ja, ik heb natuurlijk al die Body Shop body butters. En ja, ik heb een stuk of 20 of zo. Maar ze raken zo langzamerhand leeg. En ik ben er steeds zuiniger mee. En ja, dat wil ik eigenlijk zeker niet met body butters. Ik vind het gewoon lekker om heel rijkelijk in te smeren daarmee. Dus ik heb nou even een pot om even lekker minder zuinig aan mee te doen. Ook kocht ik een geurkaas bij de Vibra in 1,99. Nou, die ruikt dan naar citroen en limoen. En ik vind de pot ook heel leuk. Dat is eigenlijk wat me overhaalde om de geurkaas te kopen. Want is de kaas op, heb je nog altijd een super leuk potje. En hij ruikt eigenlijk super fris. Echt alsof je je huis net gepoetst hebt. En ja, ik vond het wel chill. Bij de Body Shop kocht ik twee body butters, twee douchegels. Want ze hadden een paar acties en dat was zeg maar van 6 euro naar 3 euro halve prijs zeg maar op drie verschillende soorten douchegels geloof ik. En ja, guess what, mijn favoriete geur ever stond erbij en dat is Moringa. Dus ik heb er gelijk twee gekocht. Ik vond het wel echt ideaal om mee te nemen. Ik heb nog genoeg backups eigenlijk, maar ja, een beetje actie en zo, ik kan het niet laten staan. Je kent het wel. Ook was ik naar de Ethos geweest en ik kocht daar nagellak. En eigenlijk is het best wel raar, want onder de hoeveelheid nagellak die ik heb, zit gewoon echt niks van de Ethos. Ik had er misschien ooit eentje gekocht, maar ja, ik weet niet. Het trekte me eigenlijk nooit zo. Trok. Excuseer me hoor. Ja, en nu was er zeg maar tweede gratis op alle nagellak van Ethos eigen merk. En ik was aan het kijken, want ik wilde wel nagellak kopen. En ik zag weer niet echt heel veel. Ik denk gewoon dat de kleuren mij totaal niet aanspreken. Het is zo basic allemaal. Maar ik vond deze kleuren wel leuk. Ze lijken trouwens wel erg veel op, zeg maar op de collectie van een New York Color. Ja, van die City Sweets collectie. Also ook deze kleur en ook zo'n paarse, zo'n lila kleur. Die zat ook gewoon in die collectie. Ik dacht, wow, het is echt gewoon precies dezelfde kleuren eigenlijk. Maar ja, goed. Hier zitten wel een paar kleine glittertjes in. Ik weet niet of je het kan zien. Shimmer, heel licht. En ja, die kostte dan 2,49 per stuk. En dat is gewoon goedkoop. En nu was dus tweede gratis. Dus eigenlijk 2 voor 2,49. Ook ben ik naar de HEMA geweest. En daar kocht ik ook nagellak. En de nagellak van de Ethos en HEMA, het gaat eigenlijk om hetzelfde. Ik heb bizar veel nagellak, maar geen enkel lakje van de HEMA. En ik weet eigenlijk niet waarom, want ik zag echt wel leuke kleuren. Ik kook onder andere dit lakje. Kostte trouwens 2,25 en dit is nummertje 11. En hier zit ook een mooie shimmer in. Zie? En deze kleur, mooie nude roze. Ik vind de kleur geweldig. En de swatches komen zeker op de site voorbij. Lekker budget trouwens. Echt fijn. Ook kocht ik een gel liner van Essence. Hier had ik trouwens ook nog een rokje gekocht. Dat was zeg maar een actie van 2 rokjes voor 10 euro. Het zijn eigenlijk van die super simpele rokjes. Die kosten normaal 6,95. En die waren nou 2 voor 10 euro. En dat zijn eigenlijk van die, ja weet je wel, wat je bij de H&M ook hebt. Gewoon die super simpele rokjes. Maar deze zijn eigenlijk toch wel iets langer dan die van de H&M. En dat is op zich wel heel fijn, want die van de H&M vind ik eigenlijk te kort om zeg maar met zonder panty mee te lopen. Met blote benen, nee, doe ik niet. Het is gewoon echt te kort. En deze is, ja, de kleur is ook echt geweldig. Check. Ja. Ja, 5 euro dus. En Samant heeft een andere kleur gepakt, dus we hebben hem mooi gedeeld. Want ja, niet alle kleuren vond ik leuk en zij ook niet. Dus ja, ideaal. Ook was ik nog naar de Action geweest. Daar kocht ik onder andere een poncho. Niet echt interessant, maar het is van Pinkpop. Ideaal. Voor, stel het gaat regenen, dan trek je dat ding even snel aan. En ja, dan ben je tenminste niet helemaal doorweekt.
Want ik kijk er zo tegenop. Stel, je zit daar gewoon de hele dag op het grasveld. En ineens gaat het regenen, dan ben je door en door nat. En dan, ja. Je neemt toch geen reservekleding mee of zo. Dus ja. Regenponcho, 35 cent. Ook kocht ik een boek. Moordcijfers heet het. En ja, het lag bij de Action. En die was 99 cent. En ik was zo die achterkant aan het lezen. En ik dacht, oh, is best leuk. Het is wel een thriller, zeg maar. Daar hou ik sowieso wel van, wat betreft boeken. En ja, voor 99 cent denk ik, neem hem mee op vakantie. En ik kan hem eventueel daar laten. Mocht ik te veel gekocht hebben, zeg maar. Ook kocht ik een waterverstuiver. En misschien ken je ze wel. Doe je hier water in en dan druk je op die knop. En dan komt er zo lekker water uit. En het is heerlijk verkoelend als het echt bloedheet is. Ook nog twee paar schoenen. Deze zijn van de Action. Gewoon eigenlijk hele simpele ballerina's. Maar ik vind ze gewoon leuk. Ik vind de kleur heel leuk. En ze waren 6 euro. En ja. Die dus. En ik kocht ballerina's van de Schoenenreus. Schoenenreus. Ik was even de naam kwijt. Ook eigenlijk super simpel. Maar deze waren 12,50 of zo. Die waren eerst 25 euro. Niet afgeprijsd naar 12,50. 50% korting dus. En ja, weet je. Als ik ze vergelijk, zeg maar, die van de Action en die. Dan denk je, ja, het zijn eigenlijk precies dezelfde schoenen. Wat betreft niks met stevigheid. Ik bedoel, ze zullen even snel kapot gaan. Ik bedoel, ze zijn echt niet beter omdat ze duurder waren of zo. Maar ja, op zich wel zonder geld. Want bij de Action lagen eigenlijk precies dezelfde. Ook voor 6 euro. Dus ja. Bummer! Bij de Zeeman kocht ik eindelijk mijn maxi dress. Ik was al zo lang op zoek naar maxi dress. Ik vind het zo super leuk. Maar weet je, ik ben 1,56, 1,57. En het is gewoon super rot om dan een maxi dress te vinden die past. Ja. Als ik eentje heb gepast bij, of bij de Mango of bij de H&M of zo, dan zijn ze echt zo'n stuk te lang en dan struikel ik erover en zo. En ik zag op de reclamebord van de Zeeman, zag ik dus deze jurk staan. En ja, bij dat reclamevrouwtje, zeg maar, model, zeg maar. Die, ja, dat was eigenlijk toch zo'n stuk, zeg maar, van de grond af. Dus ik denk, oh, misschien maak ik een kans. Ja, tenzij zij dan in 90 zou zijn of zo. Dus ik was in de winkel, ik hield me voor en... Ja, ik kwam eigenlijk zo'n stukje bij mij van de vloer af. Dat is echt ideaal. En het was perfect. Dus super voor vakantie. 9 euro. En ik vind het printje ook leuk. Lekker zomers. Ja. En bij de H&M kocht ik een jurk. Ik was eigenlijk op zoek naar kleding voor Pinkpop. Ja, een beetje. Mijn kledingstijl is echt totaal niet Pinkpop-proof. Jurkjes, rokjes, panties en hakken, weet je wel. Het is echt totaal niet Pinkpop. Dan overleef ik daar ook niet mee, vrees ik. En ik was eigenlijk gewoon op zoek naar een luchtig jurkje. Want ik heb geen broeken en shortjes of zo. Dat ga je me echt niet vinden. Misschien op vakantie, maar niet naar Pinkpop. En ik was eigenlijk op zoek naar een wat langere jurk. Niet te strak, lekker losjes. En weet je, waar je toch gewoon chill mee kunt zitten. En ik kocht twee dezelfde jurkjes. Die waren 14,95 en dat zijn deze. Met achter zo'n rits en die zijn 14,95 en die zijn lekker lang. Het voorstuk is zeg maar ook korter, achter is het langer. Dus op zich ook allemaal super leuk. En hij staat echt heel leuk. Maar hij is heel hoog. Hij zit echt zo bij mij. En ik vind dat bij wit vind ik dat op zich wel mooi, maar bij zwart nee. Ik ga die zwarte ga ik dus ook terugbrengen, want ik weet toch dat ik het niet aan ga trekken. En die witte, ja, vind ik op zich wel leuk voor de zomer. Dan mag het op zich ook wel. Want ik vind bij wit vind ik het wel mooi als het juist wat hoger is. En nou, die ga ik echt, de zwarte ga ik terugbrengen. En deze hou ik. En ja, nee, voor Pinkpop of als er zon schijnt en zo. En als ik dan zo'n hooggesloten ding aan heb, dan word ik echt, nee, ik hou er niet van. En ja. Dit was mijn shopblog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ja, het was echt lang geleden, hè? Maar bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!